Mijn naam is Fenne den Donker. Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de KU Leuven. En mijn masterproef gaat over de terugkeer en reïntegratie van Belgische kinderen uit het gevallen kalifaat. Momenteel zitten er nog steeds veel Belgische kinderen van IS-strijders samen met hun moeders in vluchtelingen- en detentiekampen. Het zijn deze moeders die een terugkeer aanvragen naar België, vooral voor hun kinderen en sommigen met hun kinderen. Mijn masterproef zoomt eigenlijk in op die kinderen en tracht een antwoord te formuleren op de vraag hoe wij als hulpverlener en professionals kunnen kijken naar hun terugkeer- en reïntegratieproces. Mijn masterproef bestaat uit een literatuurstudie, opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema's. Trauma, psychosociaal welzijn en radicalisering, aangevuld met interviews. Ik heb de eer gehad om in gesprek te mogen gaan met 6 professionals uit verschillende disciplines, zoals Rudy Franks en Heidi de Pauw van Child Focus. Maar ik heb ook kunnen spreken met een deradicaliseringsambtenaar en met 2 psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in oorlogstrauma en traumatherapie. Als laatste heb ik een interview kunnen afnemen van een leefgroepbegeleider van niet begeleide minderjarige vluchtelingen. Ik ben vertrokken met een psychologische bril op, maar eigenlijk bleek al snel dat dit niet de enige invalshoek is. Want we zien dat die kinderen, wanneer zij terugkeren, ondanks het feit dat zij allemaal traumatiserende ervaringen hebben meegemaakt, eigenlijk niet onmiddellijk nood hebben aan psychologische begeleiding. Belangrijker is dat de omgeving rond het kind bij hun terugkeer heel goed detecteert en monitort hoe het met hen gaat en waar nodig doorverwijst. Ik denk aan pleegouders, grootouders, leerkrachten, jeugdwerkers en zo verder. Wat radicalisering betreft zien we heel veel angst in onze samenleving. Angst dat deze kinderen geradicaliseerd zouden terugkeren. Toch blijkt uit het onderzoek dat deze jonge kinderen, zeker onder de 6 jaar, wellicht nog niet over de cognitieve capaciteiten beschikken om geradicaliseerd te zijn. Wat ook uit het onderzoek naar voren komt, is dat onze maatschappij vrij stigmatiserend tot zelfs haatdragend is ten aanzien van deze terugkeer. En dat is meteen ook een hele grote bezorgdheid van onze professionals. Zij zijn bang dat dat een invloed zal hebben op hun verdere ontwikkeling eens zij hier terug in België zijn. Voor mij was het niet zozeer de vraag of deze kinderen zouden terugkeren, maar wel wanneer en vooral hoe gaan we dat dan aanpakken. Ik hoop dat mijn masterproef daaraan een kleine bijdrage kan leveren. Als wij als samenleving een warm en veilig nest kunnen bieden aan deze kinderen, dan verkleint dat de kans dat zij later radicaliseren en dan vergroot dat ook de kans dat zij kunnen opgroeien zoals elk ander kind.